Het is medio mei. Normaal gesproken had het iets van pakweg 25, 30 graden moeten zijn, denk ik. Naast mij staat een dame met een prachtig t-shirt aan. Daar staat op, armoede is te verslaan. Nou, het weer nog. Christa, jij bent helemaal klaar voor hetgene wat je wil gaan doen. Even voor de kijkers. Jij hebt plan opgevat om geld in te zamelen voor het goede doel. Ja, klopt. Kinderen in Kenia, om zij ook hun de mogelijkheid te geven om zich ook te ontwikkelen. Naar school te gaan, medische zorg als ze dat nodig hebben. Ja. Dat is hard nodig. Je bent al een poosje bezig. Hè. Het heeft al een lange aanloop gehad. We hebben er ook een aantal keren met z'n beiden over gepraat. Je zou daar gaan hardlopen en je wilt daar een bedrag op lopen, zeg maar, op die manier. Wat is het bedrag waar het nou, wat de teller op staat, dat jij aan het goede doel kunt overdragen, ongeveer? Ik zit nu op ongeveer 30.000 euro. Ja. En dat is naar tevredenheid? Ja, fantastisch. Geweldig, ja. Okay. Je gaat het geld zelf brengen, zeg maar, maar je gaat ook hardlopen daar. Nou was het verhaal, en we hebben je een aantal keren gevolgd, het verhaal was dat jij dus daar in Kenia een halve marathon zou gaan hardlopen. Toen dachten wij, dat gaan we filmen, althans hier in Nederland, we horen straks hoe het in Kenia gaat. Dat liep even anders. Ja, dat liep even anders, ja. Ja, 11 december was mijn laatste training, dus qua hardlopen is het iets tegengevallen. Dat is toch gauw een half jaar terug? Ja, dat klopt. Hoe gaan we dat doen? Want het is nog steeds 22,5 kilometer. Ja, dat klopt. Het is nog steeds een mega afstand en dat wordt ook zeker een uitdaging. Ik ben hier dus aan het wandelen en aan het fietsen om toch een beetje conditie te krijgen en te houden. Maar ja, dat hardlopen, dat heb ik niet meer kunnen oefenen. Ik hoorde jou zeggen, ik ga wel hardlopen daar. Ja, zeker. Ja. En voor de rest is alles goed? Ja, voor de rest is alles heel goed. Beetje familie daarvan? Ja, die weten ervan en die staan er ook achter. Maar goed, het is gewoon doel dat ik nu zo fit mogelijk daar naartoe ga. En als ik me daar in één dag kapot loop, nou ja, dan heb ik het wel gedaan. Maar je beseft je wel dat het een zware opgave is. Als je niet kunt hardlopen, ga je gewoon lopen. Die 22,5 kilometer ga je volbrengen. Ja, absoluut. Maar het is ga ik kruipen over de grens, dat maakt me niks uit. 1500 meter hoog, heb ik begrepen. Klopt. En ook nog een keer 30 graden, dacht ik. Ja, het is daar vrij warm ook, ja. Oké. Okay. Ik denk dat dit een oproep is, want als jij zo'n doorzetter bent, dan moeten de geldgevers ook doorzetten zijn. Je wordt als doel gesteld 100.000 euro. Ja, dan moet je laag hoog leggen. 30.000 is nu. Ik denk dat zeker om jou te ondersteunen, moet er nog 10.000 bij kunnen. Dat zou mooi zijn, ja. Dus als de sponsors zijn, kunnen ze je bellen? Ja, absoluut. Ja. Dan ga je nog harder lopen. Mijn website is www.armoedesteverslaan.nl. Staat mooi onder in beeld inmiddels. Ja, precies. En daar kunnen mensen een e-mail sturen via het contactformulier en dan komen we eruit. Ja. Okay. We gaan straks kijken naar een sponsoractie. De Baddeentjes gaan het water in hier in de Blauwe Stad. Straks worden ze in het water gegooid en komen met de winst deze kant op. En degene die als eerste winnaar is, daar staat een nummertje op, die is dan winnaar van een mooie prijs. Hoeveel baddeentjes zijn er verkocht? Ik schat ongeveer 700 van de 5000. Dus ja. Oké, er komen er steeds meer mensen bij. Dus ik zou je niet langer ophouden. Ga ze verkopen, zou ik zeggen. Ja. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En we horen wel als je uit Kenia terug bent. Ja, is goed. Dag. Gedoneerd heeft, ga naar mijn website www.armoedesteverslaan.nl en doneer of stuur mij een e-mail. Dan kunnen we samen kijken wat we kunnen doen om voor dit prachtige doel nog te steunen. In juni naar Kenia. Jij gaat beelden maken en wij laten ze zien. Ja. Ongelooflijk veel succes. Dankjewel.